Net als in 2020 gingen ook eerder dit jaar weer kroonboeken rond in onder meer Otterlo, Harskamp, Wekerom en Ederveen. De kroonboeken moesten troost en verbinding bieden. Eén van deze boeken werd woensdag 14 juli gepresenteerd in Ederveen. We hebben net weer het kroonboek teruggegeven aan de inwoners van Ederveen. Hij is bij een aantal inwoners rondgegaan, het kroonboek, vorig jaar voor het eerst. Begin vorig jaar zijn we daarmee gestart om de mensen een soort van binding te krijgen. Je mag nergens meer heen, je zit allemaal thuis. Om een hart onder de riem te geven van we moeten hier doorheen om toch weer verder te kunnen met elkaar. Ik heb begrepen dat ieder dorp zo'n kroonboek had. Ja, dat klopt. Elke dorp, Harskamp, Otterlo, Wekerom, Ederveen, De Valk en Lunteren. Overal is een kroonboek rondgegaan. Heeft u hem zelf al doorgebladerd? Ik heb hem verschillende doorgebladerd. Alleen ik heb ook die van Lunteren en De Valk rondgebracht. En die hebben we nog niet terug. Die zijn nog misschien dat die naar aanleiding van dit filmpje wel weer terugkomen. Wat waren opvallende verhalen hier in Ederveen? In Ederveen? Nou, er staan hele leuke verhalen in. Ook met name om toch een hart onder de riem te steken. En de leuke dingen die je nou ook... Van dat je met elkaar het toch maar moet doen en proberen positief te blijven. En moet kijken van ondanks dat je heel veel dingen niet meer mogelijk zijn, toch het positieve en te kunnen laten zien wat er wel kan. Wat vindt u van het idee, kroonboeken? Ja, ik vond het een heel leuk idee. En zeker ook in de tijd waarin het kwam natuurlijk, omdat we allemaal thuis waren met corona. Was het superleuk dat je daar zo'n bijdrage aan kunt hebben. En doordat je het dus automatisch van een buurvrouw kreeg, mocht je het daarna ook weer doorgeven. En dan had je ook gelijk weer contact met iemand in de buurt. En dat was voor ons natuurlijk helemaal leuk, omdat we er pas net woonden. U en uw man zijn allebei werkzaam in het onderwijs. U gaf een mooi inkijkje in over hoe zo'n coronadag eraan toe ging in uw huis. Ja, dat klopt. Want dat was echt in het begin echt wel zoeken. Van hey, hoe ga je dat met drie kinderen vormgeven? En dan ook inderdaad nog twee leerkrachten, waarvan de één echt thuis moest werken. En ik had dan het geluk dat ik nog regelmatig gewoon wel naar school kon. Dus dat was zoeken, maar het is gelukt. En we zijn er ook goed doorheen gekomen. Dus het heeft ook wel weer iets leuks gebracht. Vond u het leuk om de andere verhalen ook te lezen? Ja, maar ik kon natuurlijk alleen de verhalen lezen die voor mij kwamen. Dus daarna heb ik het eigenlijk niet meer ingezien. Dus ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, als er meer mensen ingeschreven hebben, zou ik hem graag nog eens willen zien. U heeft ook een boodschap meegegeven aan de lezers. Dat kwam rechtstreeks uit uw hart. Ja, zeker. Het is een lied van, ik geloof, van Trinity. En ik vind hem ook, je kunt hem dus ook zingen. En ik vond ook echt dat hetgene was wat mensen konden gebruiken. En zeker in die tijd. Wat vonden de inwoners van Ederveen van het kroonboek? Nou, dat heb ik dus nog niet zo gehoord. Normaal werk ik ook niet echt heel veel in Ederveen. Het is meer dat hij rondgegaan is en dat we hem nou dus voor het eerst weer hier terug hebben gebracht. En ik hoop de komende tijd er meer over te horen. Zo'n project is ontzettend leuk om te doen, denk ik. Ja, het is heel leuk om te doen. Alleen vonden de mensen het niet altijd even makkelijk om er wat in te schrijven. Dus dat... dat viel enigszins tegen. Maar het zijn wel persoonlijke verhalen. Er zitten mooie persoonlijke verhalen in. En ook mensen die hun creativiteit daar een beetje in hebben kunnen laten zien wat ze leuk vinden om te doen. Het geeft wel een mooi beeld hoe iedereen door de coronatijd is heen gekomen. Ja, zeker. Zeker. Was het voor uw coronatijd een lastige tijd? Nou, wij zijn natuurlijk gewend om heel veel actief buiten te zijn en naar de mensen toe te gaan. En in het begin hebben we veel meer thuis gezeten ook, net zoals ieder ander. Maar vanwege dat wij welzijnswerk zijn, zijn we toch weer al heel snel de boer op gegaan, zeg maar. En hadden wij een paaseitjesactie, dat we bij de mensen langs de deuren gingen om ook een attentie te geven voor senioren en... Dus we hebben verschillende acties gedaan waarbij we ook weer heel veel mensen ontmoet hebben. En nu op naar de kroonboeken van De Valk en Lunteren. Ja, zeg dat wel.